Voorzichtig, hè? Ja, heel ik heb hem. Spul. Dankjewel. Na 20 jaar televisie maken ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Vacature teksten zeggen me niets en daarom laat ik, Filemon Wesselink, me door 15 topwerkgevers omscholen tot een nieuw beroep. En vandaag word ik uitgedaagd door KLM en school ik me in één dag om tot Engine Repair Specialist. Ze hebben nauwelijks introductie nodig, want KLM is een van 's werelds grootste luchtvaartmaatschappijen. En bij de KLM ontdek ik dat er best veel onderdelen in een straalmotor zitten. 1000 onderdelen. Dat een straalmotor best veel geluid maakt als je ernaast staat. En dat de specialisten die elke dag sleutelen aan de vliegtuigen nog steeds durven te vliegen. Maar om te testen of ik het in me heb om een goede engine repair specialist te zijn, moet ik de KLM Challenge voltooien. Ja, Filemon, jouw KLM Challenge is om volledig zelfstandig een motoras, oftewel shaft, ter waarde van 500.000 te voorzien van een nieuwe coating. Voor jouw beoordeling is het kritisch dat de coating tot op de 1000ste millimeter egaal wordt aangebracht. De dikte moet perfect zijn en het moet natuurlijk allemaal veilig. En dat allemaal in een onmogelijk ppm-pak. Maar voordat je een kans maakt om te slagen, moet je eerst de vloer op. En dat mag met engine repair specialist Nicky. Oh, een beest hè, dat ding. Als je in een vliegtuig zit, zie je alleen maar die grote witte kappen eromheen. Ja. Niks anders dan een motorkap. Je hebt geen idee dat het zo ingewikkeld is wat eronder zit. Eigenlijk zouden ze de hele omkapping zouden ze doorzichtig moeten maken. Uiteraard rond, ja, dat zie ik. Je hebt dus allemaal dingen gezegd, maar er stond geen reet van. En er zit dus iets in deze motor waar jij voor zorg draagt. Ja, precies. Jij repareert. Ja. Dat is de motoras. En die gaan we beter bekijken in de repair-afdeling. En daar staat gelukkig geen ronkende straalmotor aan. Dus kan ik Nicky eindelijk wat vragen stellen. Dus ik kan me wel voorstellen dat het dus heel precies werk is. Ja, het is heel precies. In de repair met de losse onderdelen werken we tot 1000ste millimeter. Zo. Er zitten meer dan 40.000 onderdelen in zo'n motor. 40.000 onderdelen? Maar kan je opnoemen wat al die onderdelen zijn? Allemaal. Grapje. Nou, dit is dus een volle motor. Van het vliegtuig af. Ik kan een beetje goed zien hoe ingewikkeld deze techniek allemaal is. Oh, ziet er gaaf uit, zeg. Nu kan ik me wel iets voorstellen bij 40.000 delen. Lucht erin, compressie, verbranding. Verbranding. En dan komt het daar weer uit en dan gaat het weer terug. Ja. En waar is die as dan? Dat kan ik je wel even laten zien. Oké, dan lopen we samen het beeld uit. Als dit onderdeel een of andere manier kapot is, dan doet dat niks het meer, hè? Nee, valt hier letterlijk uit elkaar. Ja, ik kan helemaal doorheen kijken. Het is een legering, neem ik aan. Een hoogwaardige staallegering. Hoogwaardige staallegering. Een mooie woord voor Scrabble. Ik zie ook meteen dat het hoogwaardige staallegering is. Wat je hier nu ziet, op dit moment, zijn een set fanbladen. De fandisk. En deze fandisk houdt al deze bladen op zijn plek. En dit is die plek waar geen vogels in mogen komen. Kijk maar. Opspannen. Oh, deze heb ik thuis niet in mijn gereedschapskist. Oh, sorry. Is die kapot? Oh, hij zit los. Ja, het fanblad kun je nu iets optillen inderdaad. Oh ja. Voilà, zo simpel is het. Voorzichtig, hè? Ja, heel ik heb hem. Spul. Dankjewel. Top. Ik zag keurig gedaan. Ja. We zijn nu op mijn werkplek. Al deze moeten nog gerepareerd worden. Jullie lopen wel achter als ik dat zo zie. Jij houdt zo erg van die shaft dat je zelfs een 3D-print hebt gemaakt in de vorm van een pen. Hoeveel kost zo'n ding eigenlijk? Je gaat er gauw over 500.000 heen. De originele, niet de pen. Dit is een stukje van de shaft zelf. Het ding is echt zwaar ook. Ja. Dit is nu wel 15 kilo of zo. Ja, daar ga je wel naartoe. Ja. De hele shaft zelf ga je ruim over 300 kilo heen. Nou, hier hebben we dus twee shaften. Deze komt vers uit de motor. Die is eigenlijk klaar om de motor weer in te gaan. Jullie hebben gekozen voor lichtgrijs. Jij stapt nog altijd een vliegtuig in. Ik stap omdat nog altijd hier werkt. Ja. Dat is een goed teken. Ja, graag zelfs. Na de motoras ging mijn tour door en kreeg ik nog een paar highlights te zien. Waaronder een plasmastraal. Die straalt op 1000 graden. Oh, ja. En hoe onderdelen tot op de 1000ste van een millimeter worden gerepareerd. Na deze boeiende rondleiding heb ik nog wel een paar prangende vragen voor de KLM-medewerkers. Ja, het leuke is, ze hebben ook nog een prijsvraag voor je verzonnen. Hoeveel voetbalvelden groot is de motorenshop? Ja, laat je antwoord achter in de comments. En als je het goed hebt, dan kun je dit winnen. Oh, wow. En stuur deze video door naar iedereen die zijn baan helemaal zat is. Tijd voor het omgekeerde sollicitatiegesprek. Stel je voor, ik heb veel met technisch Lego gespeeld, maar nog geen opleiding. Kan ik hier dan terecht?
Wat mij betreft wel, want we bieden ook een BBO-opleiding aan. We bieden interne opleidingen bieden we aan. En we hebben natuurlijk heel veel goede collega's hier die ook om de jobtraining kunnen geven. Is dat een beetje een algemeen gevoel hier? Dat mensen echt trots zijn om voor de koninklijke KLM te werken? Ja, en dat blijft voor het hele leven. Dus als je eenmaal dat blauwe hart hebt, dan gaat dat nooit weg. Als je bij de luchtvaart gaat werken, ga je dan ook meer reizen? Door die korting wel. Ik liep hier al even een rondje. Het viel me wel gelijk op dat er ook heel veel humor hier is. Ja, ja. Ze steken af en toe ook met de draak met mij. En dan maken ze een grapje over mij dat ik altijd zo snel langs rennen. Ja. Van meeting naar meeting. Maar uiteindelijk is het gewoon een hele leuke shop om in te werken. En iedereen gaat op een hele leuke en gezellige manier ook met elkaar om. En dat is wat mij betreft ook belangrijk. Dat bindt ook mensen. Wat vond je van de rondleiding tot nu toe? Interessant. Wat we hier allemaal doen? Ja, verbazingwekkend. Hoe veel werk het allemaal is. Hoe specialistisch werk het ook is. Zeker. Hoe alles opgedeeld wordt in onderdelen. En dat iedereen aan zijn onderdeel werkt. Indrukwekkend. Ja, Filemon. Dan is het nu echt tijd voor jouw KLM-challenge. Jij mag een shaft aan de binnen- en buitenkant spuiten. En om de challenge compleet te maken, mag je de shaft eerst naar de goede plek brengen. En om dit allemaal te doen, heb je 15 minuten. Succes, Filemon! Hij is zwaar. Hij wil niet te hard. Dat ding gaat gewoon. Ik heb het gewoon in je eentje te doen. Dat gaat alle kanten op. En dan zie je eenmaal. Sorry hoor, dit is echt een gedoe. Het ding is zo zwaar. Dan staat er net een ding voor, zou je altijd zien. Oh, dat gaat moeilijk worden. Het gaat maar net allemaal goed. Ik durf te wedden dat normaal doen twee mensen dit, denk ik. Ja. Oh, oh, shit. Nee. Ja. Oh. Ja, buiten staan. Ja. Zo, en? Sneller. Ja. Over er maar twee keer. Oh. Dat is wel eruit. Ja, dat werkt zeker goed in. Ja. En snel eruit. Goed. Zijn klaar! Perfect, deze kan zo het vliegtuig in, geen probleem. De shaft is gespoten, nu wachten tot het droog is. Zo, ik ga voor 6. Dan ben ik hartstikke tevreden, voldoende. 6 is cultuur. Ja, hier in de luchtvaart doen we daar niet aan, hè? Hier gaan we voor 10. 10? Want het moet weer de lucht in, mensen moeten weer vliegen. Dus 100% goed. Er mag natuurlijk niks fout zijn, dan gaan we. Nou, zullen we gaan lunchen? Oh, een lunchje ben ik wel heel goed in. Zo, dit is het mooiste onderdeel van het werk, hè? Ja. Nou, daar is hij. Nou, klaar. Ik kan zo het vliegtuig in. Dit ziet er echt helemaal niet goed uit. Hij was al klaar met drogen. Dus hij zou droog moeten zijn. Als het overheen schijnt, zie je ook heel mooi. Hier is hij wat dikker. Ja, dat leek me wel mooi om hier wat dikker aan te brengen. Ja. Oh, hier is er een groot druipfestijn. Ja. En er ligt inderdaad een hele sloot met verf in. Ja, dat ziet niemand. Ja, hij moet tussen de 38 en 80 zijn. Oh, dat valt nog wel mee. Wat heb je aardig gedaan? 38. 56. 76. Die is goed. 76 is niet 80. Hoeveelheid is prima. De laatste, dat is een 10, in ieder geval 1 10. Ja. Maar hier zie je wel wat oneffenheden. Dit is goed. Hier is die goed. Dit is goed. Mijn vader zei altijd, je moet eigenlijk eronder kijken. Nou, laten we dat maar even doen. Ja, dat is niet goed. Het is gewoon allemaal fut. Ja, dat is niet goed. Hier ligt de druppel. Ja. Hier loopt hij op. Veel te dik, veel te veel. Hier zie je dat hij er echt afstroomt. Je laat hij zelfs los. Ja. Ja.
Jemig. Kan een kind van 4 nog beter dit? Heel Himalaya-landschap. Ja, dat is niet gewoon niet goed. Bijna. We zijn er bijna. 80 mocht hij maar zijn. 20 ja, tot 80. Eigenlijk heb ik een ding van 5 ton verpest. Nou, het scheelt dat het verf is, hè? Oh. Dat kan er weer af. Oh. Weet je bang dat ik af moest rekenen als ik hier wegging? Hier is ook nog een hele verfreserve. Verfplas. Ja. Oké. Okay. Nou, dat kan ik dus niet. Hebben jullie ook nog functies op de administratie of zo? Dus voor de laagdikte had ik voldoende. Ja, laagdikte was egaliteit goed. Egaliteit onvoldoende. Ja, en veiligheid matig. Ja. De naartoe was goed, aansluiten was minder. En waar komt het dan op uit? Je hoopt op 6, maar ja. Ik geef je toch een 4. Ja, het is toch een 4. Ja, ja. Het is maar één onderdeel, maar het is wel een van de belangrijkste onderdelen van een motor. En het is natuurlijk ook wel mooi om bij een bedrijf te werken dat echt heel bekend is. Iedereen kent KLM. Ik voel mezelf alleen niet echt heel goed. Er was ruimte voor verbetering. Ja. Ja. Ik moet wel zeggen, vanaf nu zit ik wel een stuk geruster in het vliegtuig. Nou. Als er maar niet mensen zoals ik daar hebben werken. Dankjewel. Jij bedankt, dat is leuk. We moeten hier uit, hier hebben we geen geld voor deze klasse. Nee. We gaan gewoon weer naar het plek. Stukje naar achter of moeten we naar de bushalte? Mm-hmm.